gaan slapen, denk ik. Jullie ook? Nee. Waar is het recreatieteam? We willen een toneeltje zien. We zitten in gedachten, al zo lang te wachten. Hoe moe voor al het gegaap. En alle papa's vallen in slaap. Ja, en even papa slaapt. Papa snurkt overlaat. Waar is het recreatieteam? We willen een toneeltje zien. We zitten in gedachten, die papa gaat. Al zo lang te wachten. Wordt moe voor al het gegaap. Waar is het recreatieteam? We willen een toneeltje zien. We zitten in gedachten, al zo lang te wachten. We boeven al het gegrap. En alle kinderen vallen in slaap. Ik slaap hoor. Ik slaap totaal. Lisa, doe je handen zo. Ik is het. Wat? Kijk, nee, we hebben het verhaal van de berg of zo. Wakker! Hey, Stef! Kun je een beetje zo staan? Helemaal goed. Nou, ik dacht even een verhaaltje voor het slapen gaan. Ah ja, wie zien jullie hier liggen? Dat is het recreatieteam. En ik heb hier een boek bij me met een klein spiekbriefje erin. En dat, dit is trouwens een dagboek. En dit is het dagboek van het recreatieteam. En we gaan eens even kijken. We nemen een kijkje in het leven van het recreatieteam. Hebben jullie daar zin in? Ja! Een dag in het leven van het recreatieteam. Zoals jullie wel zien, begint zoals iedereen de ochtend. Gewoon lekker in bed. En om 9:00 moeten we altijd samen ontbeten worden. En daarvoor moet iedereen maar zien om daar te komen. Om 8:30 gaat de eerste wekker. Tring! Goeiemorgen, goeiemorgen! Ik heb er weer zin in! Ja, kom maar lekker! Maar dit wordt niet door iedereen leuk gevonden. Dat is Bart, die haalt altijd de koffie 's ochtends. En dan is het 9:55. Nog steeds niks. Huub laat even een scheet. Lotte gorgelt nog even in de slaap. Ja, zo hoort dat hoort erbij. Hè? En dan is het 9:20. Heb je er zin in, Michelle? Michelle die gaat douchen. En dan is het 9:15. Nog een kwartier voor het ontbijt. Nee, niemand. 9:10. Laat die zet. 9:10. Oké, daar nog 5 minuten liggen. Oké. Dan is het 9:05. Nog 2 minuten. Huub draait zich nog een keertje om. Is die douche? Dan is het 9:04. 9:03. Voor de zoveelste keer. 9:02. 9:01. 9:00. 9:00? Ja. Ontbijt. Ontbijt. Eten! Eén over negen. Ik ben nu in de ochtend. Ik ben nu. 2:09.
Hier moet even bij helpen. Lotte, wakker worden op 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wat een gezellig team, hè? Ja. Nou. Ze hebben heerlijk geslapen. De een wordt wat makkelijker wakker dan de ander. En dan is het ontbijt. Ja, hier! Ja, hier! Wat is er nou gebeurd? Deel deze man met elkaar! En er zijn er altijd een paar die de kruimels moeten opeten. Die heeft altijd honger. Ik ben oké. En na het ontbijt gaat het recreatieteam even ergens anders heen. Bart heeft er altijd zin. Dan is er dus om 9:30 de eerste activiteit. Miniberentijd. Met Bart. Want Bart houdt van miniberen. Ja, van die kleine lieve miniberen. Dit is allemaal zo met hun verhalen. En dat vind ik altijd zo leuk. Heb je ook een spelletje voorbereid, Bart? Ja, we gaan allemaal hier. Bart wordt bijna overspannen, maar dan kijkt Bart op zijn horloge. Het zijn toch aan de morgen! Het half uur is voorbij, we moeten naar de knutsel! Ja! En, was het leuk, Bart? Ja, superleuk, we gaan het elke ochtend! Arme Bart. Ik heb medelijden. De miniberen zijn geweest, de knutsel is ook al geweest. Nou ja, dat weten jullie zelf, want dat is vooral bij de band om 12 uur. En dan is het natuurlijk tijd voor een pauze. Danny, wat heb je nou weer gemaakt? Volgens mij herken ik mijzelf heel erg goed. En Huub heeft de rest. Nou, na het eten is het weer tijd voor een activiteit. Je ziet het al, om 2:00 dan zijn het de miniberen die een activiteit hebben. En raad eens wie die activiteit gaat doen. Het is Bart. Parachute! Wat vinden ze zo leuk, die parachute! Hé, oh, dan moet je ze zien met van die lievelingskleur! Bart! Bart! Weet je, ik wil je tent! Ik heb een tweede tent! Kijk, mijn lievelingskleur is zo'n tent! Ik heb een bal! Ik wil een tent! Oh! Nee, je bent een vlinderkokon! Oh, kijk! Kijk, het is al tijd! Laat ze Lotte zo zien. Bart!
recreatie heeft de minibeerder goed onder controle. En na een minibeeractiviteit is het natuurlijk tijd voor de sportactiviteit met de kids en de rascals. En twee keer daar de minibeeractiviteit doet... Kids en rascals! Oh, die zijn zo leuk! Oh, die kleine beetje met die... Oh, hey, een bal! Ja, die heb ik nodig. We gaan namelijk voetballen. Vinden ze zo leuk, hè? Daar zitten te lachen, te gieren, te brullen. En daar komen ze al. Voetballen! Maar behalve kinderen komen er bij dit sportactiviteit ook vaders mee. En je hebt altijd zo'n vader ertussen zitten. Hé! Hey, niet paasen, man! Zelf voor het doel gaan! Oké! Okay. Hé, hey, kom op! Hey, wat doe je dan in? Hé! Kom op, paasen! Kom op, paasen! Ja, go, go, go! Ja, go! En dat was weer een uurtje sportactiviteit. Was het leuk, Bart? Ja, heel goed. Dat altijd. En na de kids en de rest was om 4 uur een hartstikke leuke devilactiviteit. En wie gaat die activiteit doen? Nee hoor, dat is goed. Zo, ga lekker basketballen, ik heb er zin in. Ik heb een hele dag. Laat de devils maar komen! En dan is het 4 uur. Devils! Nou, geen devils deze keer. Weer niet! Altijd hetzelfde. En na de 4 uur wordt er natuurlijk ook moet een berenpret komen om 7 uur. En die moet bedacht worden. Dus om 17:15 gaat het recreatieteam bij elkaar zitten om het berenpret te doen. En dan is het inmiddels 6 uur dat de liedjes zijn bepaald. En nou moet een stukje worden bedacht. Dan is het 17:55. Nee, dat doen we altijd al. 17:50. Een zinkend schip en dan tikken ze op de schouder. Oh, ja. Oh. Nee, dat werkt toch niet? Oh. 17:15. Ik ben doodlukken. Nee. Nee, schiet me niet. 20:06. Ja! 25:06. Tik tak. 20:07. Het stukje is bedacht en het is tijd voor de berenpret. Ja, blijf maar even staan dan, hè. Nou, voor de berenpret moet je elkaar een beetje opjutten.